Er worden weer strafzaken behandeld, weliswaar met strenge naleving van de COVID-19-protocollen die het Openbaar Ministerie heeft gesteld. Dit zegt advocaat Merwin Dubois in een gesprek met onze nieuwsdienst. De jurist zegt dat het een opluchting is dat de behandeling van de zaken weer voortgang kan vinden. Normaal in die zin is dus dat er dus gelet wordt op een minimale bezetting. En met minimale bezetting wordt bedoeld dat de zitting niet overbemand raakt en dat de COVID-protocollen daarbij in acht worden genomen. Dus aan de hand van het aantal mensen dat toelaatbaar geacht wordt op de zitting, gaat men na hoeveel verdachten worden aangevoerd en de rest wordt dan telefonisch afgewikkeld. Dubois zegt verder dat er flink is geïmproviseerd door de autoriteiten om de strafzittingen weer voortgang te laten vinden. Eerder vertelde advocaat Serena Esset in een gesprek met onze nieuwsdienst dat verschillende juristen een zeer moeilijke taak op zich hebben om een vertaalslag te maken bij hun cliënten. Het was volgens haar heel moeilijk om cliënten te vertellen dat hun zaak werd uitgesteld en zij daarom meer geduld moesten betrachten. Esset zei dat het uitstellen van de behandeling van strafzaken een storend effect had op de rechtsgang.